We sluiten af met rugby op het veld van de Bassets in Sassenheim. Er werd vorige week een wedstrijd gespeeld tussen Jong Oranje, de Nederlandse talenten op rugbygebied, en de Bassets. En met name voor Bassets-speler Rick van Loon was het een bijzondere dag, want hij speelde met het Nederlands team tegen een paar van zijn clubgenoten. Bijzondere dag, en die begon op een bijzondere locatie. Dit keer geen voetballers, maar rugbiers die zich voorbereiden op een wedstrijd van hun team. Jong Oranje, Nederlands hoop op rugbygebied, is in voorbereiding op het Europees kampioenschap. Op het programma staat een wedstrijd tegen een regionale selectie van toprugbiers op het veld van de Bassets uit Sassenheim. Rugbybondscoach Sven Loos heeft de aanpak van de voetballers van het Nederlands team niet voor niets gekopieerd. Het is toch waar de jongens naar opkijken, al is het voetbal, maar het is toch leuk om te zien. En als je zoiets mee mag maken in Huisterduin, ben je er ook heel blij mee. Ja. Hoe staat het rugby ervoor in Nederland? Op dit moment wat de jeugd aangaat zeer goed. Het afgelopen jaar zijn we in de B-pool derde geworden met Jong Oranje. En dit jaar zijn we als tweede geplaatst in de B-pool. Met als doel kampioen in de B-pool te worden en te promoveren naar de A-pool. En dat zou betekenen dat je tegen landen gaat spelen als Frankrijk, Engeland, Schotland, Ierland. Dus dan speel je echt tegen de top van Europa. Die voetballers zijn tweede geworden op het wereldkampioenschap. Jullie dachten dat moeten wij als rugbyers ook gaan bereiken, zoiets. Ah, dat is wel een leuke, want de ambitie die wij met deze groep hebben is niet om tweede te worden, maar iets hoger. Rick van Loon, speler van het Sassenheimse De Bassets, speelt strak een wedstrijd op eigen terrein in het shirt van Oranje. Kortom, een bijzondere dag voor hem. Ja, dat klopt. Ja. Hoe bijzonder is dat? Ja, het is best wel bijzonder, vind ik. Ja, ik heb er maar geen moeite mee. Gewoon spelen en winnen. Spelen en winnen, maar je komt wel je eigen coach tegen en je eigen clubgenoten. Ja, dat klopt. Maar ja, we vinden het ook wel leuk om tegen mij te spelen een keertje met het Nederlands team. Dus dat is wel leuk. Wie van jullie is er wel eens in Zweden geweest? Ja, ik wel. Maar de grap in Zweden is dat de winter die duurt daar veel langer dan bij ons. Dus die gasten die kunnen gewoon tot april kunnen ze gewoon niet trainen. Althans niet buiten op velden en dergelijke, die velden zijn allemaal bevroren. Dus wat er ook gebeurt, tegen Zweden moet je het makkelijk kunnen winnen. Als je Zweden één keer gehad hebt, dat betekent dat je in de eerste wedstrijd je winst kunt pakken. Daarna ga je spelen tegen nog een lagere partij. En dat is een partij, ik dacht dat ik gisteren zag op het schema, Litouwen. En dat is een ploeg, daar zijn we vorig jaar ook met, nou wat was het joh, iets van 54, nog wat 0 of zo overheen gelopen. We zagen net in Huisterduin een heel enthousiaste voorzitter. Ja. Die begon al zelfs over een makkelijke overwinning op Zweden en een walkover op Litouwen. Ja, dat is wat al te voorbarig, maar daar zullen we nog niet aan denken. Daar zullen we niet aan denken. We gaan ervoor te winnen van Zweden, dat uiteraard, maar het moet eerst gebeuren. En het is nog een eindweg, nog een lange weg voor de boeg. Dus even rustig aan maar, denk ik. Is maar eens een leuke oefenwedstrijd vandaag. Is een goede oefenpot. We spelen tegen jongens van iets oudere leeftijd, iets hogere leeftijd, onder de 19. Dus het is echt een zware pot. Hebben we ook nodig, want wat we straks op het EK te zien krijgen, met landen als Polen, dat zijn ook grote jongens en daar moeten we tegen oefenen. Jong Oranje verplaatst zich snel van Noordwijk naar Sassenheim, waar Van Loon zijn huidige coach van de Bassets, Michiel Snijders, tegenkomt. Met Snijders praten we straks. Maar eerst is er wat commotie rondom de keuze van de kleedkamer. En in die kleedkamer is zelfs wat blijven hangen. Je hebt er verkeerd om. Hey, je hebt de bikinilijn niet gehad, man. Jouw beste speler speelt bij de tegenstander vandaag. Ja, dat is een goede zaak, denk ik. Het is een van mijn grootste talenten, Rick van Loon. Een jongen die al eigenlijk zijn hele leven rugbyt. En die nu sinds vorig jaar bij de selectie gekomen is en het daar heel goed doet. Wij zullen het zonder moeten doen vandaag. En ik hoop van harte dat hij het bij hun zo goed doet. Dat hij wordt uitgekozen om mee te gaan met Jong Oranje. Want hoe goed is hij? Ja, het is echt een jongen die aan alle moderne dingen die een rugbier nodig heeft voldoet. Hij is fysiek enorm groot, hij is sterk. Hij rugbiet zijn hele leven, hij heeft een hartstikke goede techniek. Het is een jongen die eigenlijk alles in zich heeft om een hele goede rugbier te worden. Met de begeleiding die hij nu bij Jong Oranje krijgt. En hopelijk bij ons in de senioren, waar hij ook snel zal komen bij de Bassets. Denken we dat we heel snel een top rugbier in Nederland van hem kunnen maken. De regionale talenten van Michiel Snijders deden goed mee in de wedstrijd. Maar Oranje won met 35-12. Van Loon speelde het grootste deel van de wedstrijd. Hij is al naar Italië geweest met de Nederlandse ploeg. Klopt, ja. Hoe zat het ook weer met die schoenen? Die schoenen, ja, hij was zijn schoenen kwijt. En aangezien hij grote maat heb, moest dat helemaal uit Nederland weer komen. Ja, want ze hebben daar allerlei schoenenzaken afgebeld, maar maatje 49,5 hadden ze niet. Nee, hadden ze niet, nee. Dus die kwamen uit Nederland. Ze had iemand meegenomen.
Ik hoor iedereen zeggen, ja, Rick is een natuurtalent. Hij heeft alles in zich om een groot rugbier te worden. Ja, groot is hij al. Maar dat Nederlands elftal, dat Nederlands team gaat er ook nog wel komen. Ja, ik hoop het voor hem. Hij vindt het nog steeds leuk. Dus zolang hij het leuk vindt, dan gaat hij ervoor. Rick, hoe is het gegaan? Nou, gisteren ging het beter. Op je eigen veld, hè? Voor je eigen publiek eigenlijk. Ja. Was wel een spannende dag, denk ik. Nou, best wel, ja. Beetje zenuwachtig, beetje... Ja, het is anders dan normaal.